Nee, ik vind van niet. En ik vind ook dat het typische stereotype beeld van een programmeur niet past bij de opleiding. En het zijn eigenlijk gewoon mensen van de humanities die wat meer geïnteresseerd zijn in digitale tools, die dan naar die opleiding kunnen overgaan. Ik zou het niet meteen nerdy noemen, maar het heeft wel iets geekies. En tenminste, alleen als je dat zelf wil. Mijn ervaring bij de groep Digital Humanities was dat het een heel open groep was waarmee dat, ja, ik kon er mijn meer geeky, nerdy kant, als je het zo wil noemen, in kwijt. Met een aantal jongens organiseerden wij elke week zo'n beetje wel een bordspelavond of Mario Kart. Maar ik weet ook van medestudenten die daar absoluut geen zin in hadden en die daar ook niet in meededen. En dat was ook prima. Die gingen liever naar de sportschool of op café. Dus nee, het heeft alleen iets geekies als je dat zelf wil. Maar het is geen vereiste.